Buonasera signorina, buonasera. It's time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. Gaan we weer fietsen. Een week later. Tenminste, als we gaan fietsen. Ja, we gaan wel fietsen toch? Komen. Een week later weer een Italiaans gerelateerde fietstocht. Ditmaal de? Ja, Grande Fondo Rosa. Grande Fondo Rosa. Ik vind best wel mooie shirtjes trouwens. Ja. Nou, wacht op die jongens uit Beverwijk. Die zijn zeker weer te laat vertrokken. Ja, is mee, hè? Bij me. Hè? Als je niet valt. Ja, maar we lachen erom, dat is serieus hier. Erik, wat gaan we vandaag doen? Afzien! Ja, afzien! Afzien. Ja, we zijn hier met deze mannen. Op wie wachten we? Op Erman. En wie nog meer? Thomas. En? Godfrey. José. En? Weet je allemaal niet? En jij bent hier aan het gewoon horen. Ja. José, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. Ja, bijna buenas tardes. Ja, hè? Hele ochtend erop zitten. De tijden van jullie. Zo niet trouwens. Ja, ik kan me nog herinneren. Ja. Lang geleden dan. Ja, Rabobank fietsen heb je toen nog. Oh ja. Ja, wie gaat het kopwerk doen? Ja, we denken zelf. We zijn al vol. Ja, we denken zelf. We zijn al klaar. Hey, Arjan. Hoi. Alle water dragen, goed? Ja. Ja, gelijk de eerste klim. Kom. Amper vertrokken en we krijgen gelijk de Italiaanse weg voor onze kiezen. Heel veel handbikers, die vertragen de boel een beetje. Maar ja, die gasten moeten ook aan hun beweging komen, toch? We'll be right back.
uurtje of 30, 35 op pad. Heerlijk zo rijden over die dijk. Ik weet niet waar we zitten, maar dat ga ik zo meteen wel uitzoeken voor jullie. Een heerlijk rijden hier. De jongens zijn achter. Al we rijden in de omgeving Nijmegen. Zie je dicht? Nou, Erman zijn sleutels kwijtgeraakt. Iedereen is doorgefietst. Nu moeten we in de achtervolging. Eu tô fazendo filme para os rapaziada. Sucesso! Parabéns para meu amigo português! Ja, een beetje uit de wind rijden, toch? Wat mag 200? Is gratis, gratis snelheid. Hoezo 200? Serieus? Gaat die goed, Johan? Ja? Mijn klimmen gaan hier gelijk in. Klimmen, ja man. Oh, verder gaan. Nou, niet zoveel klimmetjes toch? Al wel mee toch? Ik zat bij die laatste, zat ik verkeerd geschakeld. Toen kwam Farid nog voor me. Heel langzaam moest ik afstappen. Nog een versnelling doordraaien. Nou, na 60 kilometer. De allereerste stop, allereerste bevoorradingen. Nou, eerlijk gezegd was een beetje slecht geregeld met zoveel duizend mensen, maar twee of drie waterpuntjes maar om je bidons bij te vullen. Dus dat was een beetje slecht geregeld. Maar voor de rest, heerlijk fietsen hier met het roze lint. Brug op en dan 28, 30 per uur. Hij vond het volgens mij niet leuk, maar hij ging van zijn rem af. Hij ging op zijn rem. De jongens zijn weg, hè? Ja, zeker. Ja. Naar de stoplicht tegen, hè? Oh ja, ze moesten wachten. Jij, ging... jij dacht wel wat anders, hè? Jij ging illegaal. Zo goed ben je nou ook niet. Ja, die brommer vond het niet leuk, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja, hij deed niks verkeerd. Hij zat alleen achter zijn wiel. Toch? Ja, maar hij heeft één tijdje te snel, dat kan niet. Ja. Nou, nog steeds onder de rook van Nijmegen. We raken elkaar steeds kwijt. Nu rijdt Farid voor. Erman en Erik rijden achter mij. Ook een stuk verder achter. Ja, en de rest rijdt helemaal ver achterin. Ik denk dat we moeten gaan wachten. Maar even genieten van het uitzicht hier. Nou, het weer is gewoon fantastisch. Ik denk dat het een graadje of 18 is. Met een kleine tegenwindje. Ik had helemaal mijn tasje van hem hoor. Ja, ik heb hij dit.
En ik dacht, Aaron, die komt wel, maar... Nee, hij is kapot. Je moet wel lossen voor die top richting dan. Ja, dat is mijn maatjes wachten. Hé, Adi, waar is het koffie en gebak? Doen we daar niet meer aan? Half uur erop. Ja, dat is niet gevallen. Nee, hij is niet gevallen. Zat je met je tong op het stuur, Erwan? Zat je met je tong op het stuur, hoorde ik. Helemaal kapot, man. Ja, dan ging ik wachten. Arjan, dan gaan we met jou, jongen. Arjan heeft een makkie. Arjan heeft een makkie, maar die gaat gewoon achter iedereen. Vangt geen wind. Tweede stop. Zit op nabij de 90 kilometer. Nou, we waren de jongens een tijdje kwijt. We gingen achter een TCV triathlon team uit Nijmegen of Arnhem. De TVA. En nu hebben we weer wat eten. Zometeen gaan we een bakje doen. Of na de postbank gaan we een bakje doen. Heb ik gehoord. Ja, zijn we klaar? We zijn bijna klaar. We gaan ze nu pas naar de wc. Je zit hier drie kwartier hier op de grond. Tony, jij moet de hele dag wachten, heb je toch gezegd? Ik zei het begin van de tocht al. Je moet wachten om het shirtje weer te brengen. Je moet wachten dat ze diep komen. En je moet wachten op mij dat ik wel plaats op. Nou, dat was de postbank. Volgens mij vanaf de makkelijke kant. Maar ik was zo boven. Farid natuurlijk als eerste. Samen met Adi. Ja, Tony, filmen! Waar is Johan? We zijn bijna op het eind. Ik kan nou net niet zien hoeveel kilometer ik heb. Maar ik hoorde daarnet 100 kilometer, dus nog 25. Ik moet wel even erbij zeggen. Dat ritje van gisteren, 160, begint me wel een beetje op te spelen op de klimmetjes. Fucking shit. Wil je dit nog weten? Ja.
Wij spelen jullie goed in. Ja, dankjewel. Dankjewel. Grande Fondo Rosa. Zit erop, hè? Op wie wachten we nog? Johan nog. Johan. Ging je? Laatste stukje? Ja, wel hoor. Ja, een keer op teleurstelling. Nee, toch? Laatste kilometer. Ja. Zou deze laatste kilometer zijn? Nou, gingen we weer. Kom er nog één. Allemaal uitgehongerd. Ja. Hey jongens, dankjewel voor de mooie rit. Hey, bedankt. Ja. Tot volgende. Ja, ook volgende. Wat is de volgende? Jellesteden. Volgend jaar. Ja, ja, nee. Jellesteden. De Klim Classic aanstaande donderdag. Ja. Huh? Ja. Helaas, gaat niet. Nee, donderdag. Je kan nog mee. Al die klimmetjes. Oh. Oh, kinderen hebben de studentendag. Ja, dan kan je vrouw toch een keertje thuis blijven, man. Hallo, dat is mijn dochter. Die blijft helemaal niet thuis. Helaas. Kom mee met de Elfstedentocht. Toch? Nou, dat was het voor vandaag. Mooi ritje Gran Fondo Rosa. Met heel veel publiek. We hebben gereden 125 kilometer. Hoeveel hoogtemeters hadden we, José? Niet zo veel, 700 of zo. 700, hè? Kat in het bakje. Ja. Arjan, ja. Dankjewel voor de gezellige rit. Jij ook, bedankt. Jo. Er komen nog steeds mensen binnen.